Audi benigne conditor, nostras preces cum fletibus. In hoc sacroie junio fossas quadragenario. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Oké. In het evangelie van vandaag spreekt Jezus meerdere keren: in uw zonden zult gij sterven. Ge zult mij zoeken, maar waar ik heen ga, kunt gij niet komen. En ik wil graag vandaag even stilstaan bij wat de zonde nou eigenlijk is. Als we even kijken, even een kort terugstapje naar het boek Genesis in de Bijbel. Dan kijken we naar de zondeval, waarin Adam en Eva volledig in harmonie met God leven in het paradijs. En God heeft hen één gebod meegegeven. Dat ze van alle bomen in het paradijs mogen eten, behalve van die ene in het midden van het paradijs. En ze hebben eigenlijk niks om zich zorgen over te maken. En ja, leven dus in harmonie met God. En dan komt de slang in beeld. Een slang die ook wel tegenwoordig staat voor de duivel. En de slang begint met Eva te praten. En die zegt: is het werkelijk zo dat u van geen enkele boom in de tuin mag eten? En dan zegt Eva: nee, God heeft gezegd, alleen van die boom mag je niet eten. Want dan zult gij sterven. En de slang zegt: maar ge zult helemaal niet sterven. U zult juist de kennis gaan krijgen tussen het goed en het kwaad. En dat is eigenlijk de zin waarmee Eva zich heeft laten verleiden. Om tegen het gebod van God in te gaan. Dus het enige gebod dat God heeft gegeven. En eigenlijk door ervoor te kiezen om die vrucht te plukken, daarvan te eten, verheft zij zichzelf boven God. Wat eigenlijk tegen de natuur van het geschapene is, want God is onze schepper. Oké, dat is even heel kort het terugblik van de zondeval. Het gevolg hiervan is dat Adam en Eva niet meer in volledige harmonie leven met God. Dus ze worden uit het paradijs gezet. En daarna is het veel moeilijker dus om God terug te vinden. En nou wil ik even kort kijken naar wat de kerk ons leert over de zonde. Dus een korte definitie van de zonde. Je afkeren van God en je keren naar het geschapene. Het geschapene hoger stellen dan de schepper zelf. Dat kan een ding zijn, dat kan een persoon zijn, maar dat kan ook jezelf zijn, mijn eigen persoon. Wat zegt de catechismus? De zonde is een vergrijp tegen de reden, de waarheid en het juiste geweten. Ze is een tekort aan echte liefde tot God en tot de mensen. Omwille van een ontaardige hechtheid aan bepaalde goederen. Ze kwetst de natuur van de mens en tast de menselijke solidariteit aan. Ze is omschreven als een woord, een daad of een verlangen in tegenspraak met de eeuwige wet. Dus het kan ook al een bepaalde gedachte of een bepaald verlangen zijn wat ik heb, waarvan ik eigenlijk weet dat dat iets is wat God niet van mij vraagt. De zonde is een belediging jegens God. De zonde keert zich af tegen de liefde van God voor ons
en het wendt onze harten van hem af. De zonde schept een drang naar zonde. Ze veroorzaakt de ondeugd door het herhalen van dezelfde daden. Hieruit vloeien verkeerde neigingen voort die het geweten verduisteren en een concrete beoordeling van goed en kwaad aantasten. Dus dat betekent dat op het moment dat ik een zonde bega, is het daarna veel makkelijker om nog een keer dezelfde zonde te begaan of herhaaldelijk terug te keren in diezelfde zonde. Omdat ik in mijn geweten, mijn geweten niet meer goed kan onderscheiden wat de goede weg is, de liefde die God ons geeft. Wie zondigt, krenkt Gods eer en zijn liefde. Zijn eigen waardigheid als mens, geroepen om kind van God te zijn. En het geestelijk welzijn van de kerk, waarvan elke christen een levende steen hoort te zijn. En wat er eigenlijk gebeurt, op het moment dat ik een zonde bega, dan wordt Jezus eigenlijk opnieuw gekruisigd in mijn hart. Omdat ik mijn hart afkeer van de grote liefde die God ons schenkt. En door de zondeval hebben wij een natuurlijke neiging eigenlijk om dat te verkiezen wat God niet is. En dat komt omdat de oorspronkelijke harmonie waarmee de mens geschapen is, een stuk is door de erfzonde. En dit zorgt ervoor dat wij moeite moeten doen om met God verenigd te blijven. We moeten er werk van maken en we moeten oprecht zoeken om van God te houden, om ons op God te richten en ook oprecht te luisteren naar de dingen die God van ons vraagt. Oké, om dan weer terug te gaan naar de lezing van vandaag. Jezus zegt: in uw zonden zult ge sterven. Want vooralsnog is datgene nog niet volbracht wat nodig is waardoor de mens kan worden gered. Dus waardoor de harmonie die verscheurd is weer hersteld wordt. En Jezus zelf zegt ook wat daarvoor nodig is. Hij zegt: wanneer gij de mensenzoon omhoog zult hebben geheven, dan zult gij inzien dat ik het ben. En hiermee wil ik even weer een kort uitstapje maken naar het boek Numeri, waarin Mozes met de Israëlieten in de woestijn is. En de Israëlieten die beginnen te klagen tegen Mozes, tegen God, omdat ze een gebrek hebben aan voeding, aan water. En vervolgens stuurt God slangen op de Israëlieten af. En de Israëlieten die gebeten worden door de slang, die sterven ten gevolge van de slangenbeet. En hier, de slangenbeten staan ook wel gelijk aan de zonde. Dus hetgene wat de zonde met ons doet. En de Israëlieten komen tot inkeer, hebben berouw en vragen aan Mozes om te bemiddelen bij God. Dus dat doet Mozes. Mozes vraagt aan God om zijn volk weer te redden, de Israëlieten. En God geeft hem de opdracht om een koperen slang te maken en die op een paal te zetten. En een ieder die gebeten is door een slang en opziet naar de koperen slang, zal gered worden. Dus die zal niet sterven. En dat is eigenlijk het beeld wat Jezus hier ook voorstelt. Dus hij moet opgeheven worden aan het kruis om daarin de schuld in te lossen, om ons te kunnen redden. En hij vraagt aan ons om vervolgens met grote liefde en vertrouwen naar hem op te zien aan het kruis. Wij zijn gestorven in de zonde, maar Jezus zorgt ervoor dat we weer tot leven kunnen komen. We waren van God verwijderd
Maar doordat Jezus zijn leven heeft gegeven, zijn wij weer in staat om ons met God te kunnen verenigen. Ik wil u in deze 40 dagen tijd in het bijzonder uitnodigen om nog het geweten te onderzoeken, om te kijken waar de delen zijn waar u nog niet in volledige harmonie met God bent, of de dingen die u van de relatie met God af kunnen houden.